I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night. Op YouTube, en dat kunnen we nu wel zeggen, want het andere Nederlandstalige wrestling kanaal op YouTube is verdwenen. Oh. Wrestling in Monopoly. Woo! Yes. We zijn fans. Eindelijk. Yes, yes, eindelijk. En vandaag de preview voor WrestleMania 33 alweer. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met de women's correspondent, Tim. Hallo Tim. Staan voor WrestleMania. Woe! Ik heb toch gezongen. Ja, oké. Okay. En natuurlijk Eike, die is er ook weer bij. Hallo Eike. Goedenavond. Hallo. Ja, het heeft even geduurd. Eh? Maar jongens, het is tijd. Over 5 dagen is het alweer zover. 4. Goed zo. Ja, ik pak het gewoon vanaf. SmackDown is echt de dag. Eike, hoe hoog zijn je enthousiasme? Hoe hoog zijn je enthousiasme? Ja, ja. Devils. Oh ja. De hele zin pakken. Je had een Nederlands examen, toch? Hè? Ja, dat gaat het niet worden. Nee, oké. Okay. Ik heb er wel zin in. Ik moet wel zeggen dat ik meer zin heb in de klassieke zondag dan in WrestleMania. Maar ik heb er wel zin in. Dus het is niet overenthousiast dat ik ben. Maar ik verwacht wel iets leuks. Totdat we in de 6 of 7 uur zitten. Oké. En Tim, hoe zit het bij jou? Het is meer WrestleMania week, zeg maar. Wat ik leuk vind dan WrestleMania zelf, volgens mij. Ik vind die hele anticipatie met die stage en zo. En dat vind ik altijd wel grappig. Alleen in WrestleMania zelf heb ik niet zo'n spetterend veel zin. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik had het er net ook al over. Maar ik merk, zeg maar, dat ik meer zin heb om, zeg maar, met mensen te kijken. En, zeg maar, het enthousiasme van een groep. In plaats van dat ik zoiets heb. Oh mijn god, ik ga WrestleMania kijken. Nee, dat heb ik in principe niet zo heel erg. Het is meer alles eromheen dan het event zelf. Yep. Maar goed, WrestleMania 33. Aankomende zondag. En we gaan preview, jongens. En er zijn 13 matches. Dus... Wauw. Tempo erin houden dus. Ja. Tempo. Laten we in ieder geval gewoon even beginnen bij de pre-show. Voor het gemak. Dat doen we anders nooit natuurlijk. Ja, we gaan gewoon met de pre-show beginnen. We beginnen meteen met een match speciaal voor onze women's correspondent. Voor de women's, voor de women's title van SmackDown is nu, tot nu, een six-pack challenge. Nu zijn er 6 announced deelnemsters. Tim, wat vind je ervan? Ja, het klonk ook alsof het daarbij blijft. Want ze zeiden op SmackDown dat Daniel Bryan het officieel had gemaakt. De SmackDown Women's Championship was officieel een six-pack challenge, zeiden ze. Wat ik een beetje raar vond, is dat ze de hele tijd zeiden van we weten niet wat voor stipulation het zal zijn. Dus dan denk je, er komt een stipulation, maar nee, niet dus. Het is gewoon een match. Ja, dat ging gewoon over het aantal mensen wat in de match was. Ja, oké, maar het verschil tussen een six-pack challenge en een PO5W is niet zo groot volgens mij. Hey. Niks tegen vele fiveways. Ja. Five Live heeft er een patent op. Ja, dat is toch gewoon zo. Dus dan vond ik dat gezeik een beetje overbodig. En het is ook een beetje lui natuurlijk. Om gewoon te zeggen, iedereen mag. Maar voor de rest, ja. Naomi, hè? Ja. Geikt. Dat somt het wel een beetje op. Eike. Zijn jouw gedachten voor de SmackDown Women's Title scene? Ja. Allereerst vind ik het een beetje vaag dat het van de main show naar de pre-show is gegaan. Niet dat ik het per se op de main show wilde. Maar het is een beetje toegeven zo van, het is eigenlijk helemaal niet zoveel aan, dus we stoppen daar maar weer. Dus het is raar dat de Raw Women's Title, wat wel logisch is eigenlijk, als je gewoon apart kijkt, op de main show zit en de SmackDown Women's Title niet. En verder, ja, op zich is de match wel logisch. Alexa Bliss, die van Bryan tegen iedereen moet defenden. Maar het is vooral lui, ja.
En ik heb eigenlijk helemaal geen kut zin in. Oké, duidelijk. Ja. Ik heb er helemaal niks mee. Simpel. Ja. Het kan me geen kut schelen. Ik vind het, het is wat jullie zeggen, luie boeking. Terwijl het toch genoeg kut is. Juist. Ja, moet je nagaan. En, maar gewoon, als je bekijkt dat, dat het eigenlijk redelijk goed geboekt was, de SmackDown Women's Title scene, vind ik dit wel erg lui. Ik had hier meer van verwacht. Ja, zeker. Het is gewoon van zoveel mogelijk mensen op de Mania Card krijgen. En daar hebben we Battle Royals voor. Dus ook ja, de, vind ik, de, ja, die hebben alleen niet voor vrouwen natuurlijk. Op de Chamber pay-per-view hadden we ook gewoon nog drie single matches die enigszins waren opgebouwd wel. Gewoon redelijk beter dan dit allemaal bij elkaar in één. Ja. Had daar gewoon iets uit laten die nog samen had dan of een match met minder mensen gaan of had dit beter opgebouwd. Ja, dat was allebei prima geweest. Ja, Naomi gaat dit winnen. Ja. Geen reden om haar te laten returnen, te laten verliezen. Nou, ja. Het is wel heel obvious anders. Het is haar hometown, hè. En je weet wat WWE doet als je in je hometown bent. Ja. Normaal verlies je nog wel. Ja, plus, het is, misschien denken ze ook wel zoiets van, ja, dan krijg je het bij, dan raak je gelijk weer injured. Waarom moeten we die misschien een beetje voorzichtig zijn? Dan gelijk geven. Zou best kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik zou persoonlijk wel voor Naomi gaan. Maar... Ja, dat wel. Lijkt me gewoon leuk. Ja. Ik ook. Goed, tweede pre-show match. De Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ja, ik kan hier wel hoog en laag om springen, maar als de naaste Women's Title match iets is wat me niet boeit, dan is het dit wel. Het enige wat ik hoop is dat Braun Strowman hem wint. Dat er wat leuke momenten in zitten. Dat is het. Voor mij persoonlijk. Ik weet niet hoe Eiken er bijvoorbeeld tegenover staat. Ik kijk hier wel iets meer naar uit. Omdat ik hier ook wel echt iets enigszins omgeef om wie er wint. Want ik weet niet. Ik heb heel lang gedacht dat Strowman dit wel zou winnen. Maar ik weet niet of bijvoorbeeld Joe erin zit. Nee. Oké, dan sluit die uit. Dan, en er zou een kans kunnen zijn misschien dat Beller... natuurlijk, al denk ik het niet. Maar er zijn nog wat scenario's die het eventueel interessant kunnen maken, zeg maar. En anders, ja, Strowman die even zo'n Battle Royale wint. En als iedereen de veer nu gooit, dat is best leuk, toch? Ja, zeker. Om even jouw dingen te smashen, deels. Nou ja, Dat is ook niet aardig. Er zijn dus al 30 announced participants. Oké, ja. Sinds gisteren. Ja. Dus hij zit vol. Ik moet ook zeggen, ik zou het ook wel alleen vinden om iemand bij zo'n kick-off Battle Royale terug te laten komen. Oh ja, dat wel, maar ik had het eventueel als scenario gezien. Ja. Maar dat is eigenlijk dus ook, zeg maar, voor Joe ook niet echt iets, aangezien hij eigenlijk gewoon moet winnen. Ja, hetzelfde geldt voor Strowman, Joe. Trouwens, omdat hij sowieso niet in een match vindt, het is echt belachelijk dat hij niet op media staat en wel gedeputeerd is. Heeft. Ja. Moet even gewoon tussendoor gemanaged worden, vind ik. Mm-hmm. Ja. Het is er, wat, Tim, heb jij nog... Wat ik wil nog even... zeg maar, je kan wel zien welke division in WWE echt het minst boeit, zeg maar. En dat is de SmackDown Tag Division. Het is toch lullig dat je als enige geen title match hebt, vind ik. Ja. Pleur ze gewoon in de battle royal, joh. Ja, zelfs de United Kingdom title. Wordt verdedigd. Ja, tijdens het weekend. We hadden een andere show. Ja. Maar goed. Maakt niks uit. Ja. Kayfabe gezien, weet je wel. Gewoon even heel erg logisch nadenken. Waarom zou American Alpha genoegen nemen met een Battle Royale, terwijl ze nog een rematch hebben? Ja, dat is belachelijk. Waarom zouden ze niet gewoon zeggen, nou, hey, Daniel Bryan, leuk dat je mij zonder wat te vragen in een Battle Royale pleurt. Had je Talking Smack nog gezien vorige week? Nee. De Oesos, die hadden het de hele tijd over dit is our meal ticket, dit is our meal ticket. Want ze dachten nu dat ze een match op Mania zouden hebben. Nee. Het is net met Reigns' vader op WrestleMania 31, weet je wel.
Dat niemand hem vertelt dat dat Reigns zou verliezen. Die hem uit zijn plaat ging, weet je wel. Nee, ja. Het is lullig. Maar het is wel... Als je ziet hoe het geboekt is, logisch dat ze geen match hebben in principe. Ja, ja, ja. Oh, ja, tuurlijk. Dat zeker. Maar goed, laten we het bij de André the Giant Memorial bij de Royal houden. Ja. Want we moeten nogal wat matches doen. Dus laten we niet proberen te veel te derailen. Tim, ja. Denkt iemand dat... Dat van de 30 man die erin zitten, dat Strowman niet gaat winnen. Ik zou heel eigenwijs willen zeggen, Sami Zayn gaat het eindelijk doen, maar nee. Ik denk Strowman. Dat Sami er als laatste uit gaat. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het zou een slimme boeking zijn, denk ik. In principe. Dus waarschijnlijk gebeurt het niet. waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk is Big Show de laatste. Oh, god. Ja. Ja. Wat ik trouwens ook nog even wil zeggen, wat was het nut van Sami Zayn's match op Raw? Het idiote idee dat Stephanie McMahon op de een of andere manier altijd aanwezig moet zijn en dan maar een superstar heeft, of twee in dit geval, maar Bayley is het ook altijd, die ze de hele tijd dwars moet zitten. Ze moet gewoon iemand dwars kunnen zitten, dus daarom moet ze dit. Sami Zayn gewoon... pesten. Omdat hij Foley's lievelingetje was. En pesten, dat vindt de WWE goed. Dat moet goed zijn. Pesten is leuk. Dat is de message. Stand up against bullying. Ja. Be a star. Oh. In bullying. Daar zei Stephanie McMahon mee. Ik vind dat soort dingen, kijk, weet je, als je zegt van, oh Sammy, jij moet je plek verdienen, dan vind ik dat oké, prima, weet je wel, als dat op dat dwars zitten is, weet je wel. Ik vond het alleen een beetje ver gaan. Ik, oh, als je verliest, dan ben je fired. Ja, nou, dan weet je ook meteen al dat... Of hij verliest niet, of hij is op SmackDown de volgende dag. Ja. Ja, precies. Maar gewoon überhaupt, als je erover nadenkt, weet je wel, het betekent helemaal niks. Ja. Zoiets als een Your Fire dingetje, dat moet echt zo'n big ding zijn, weet je wel. Nu is het echt zo, nou, we weten toch wel dat het of niet gaat gebeuren, of hij zit op SmackDown, weet je wel. Ja, maar dat gebeurt sowieso wel vaak. Ja, dat klopt, maar goed, weet je, daarom juist. Daarom heb ik zoiets van, bewaar dat gewoon voor echt grote views. Ja, doorgaan. Laten we doorgaan. Iedereen boos om de volgende match. Neville versus Austin Aries voor de Cruiserweight title op de pre-show. Waarom? Als dit niet de pre-show main event is, oh. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan gaat de eerste red maar komen. Ja, hier gaan we, jongens. Nee. Nee, dan. Zo, wie wil er eerst? Eike, wat vind je zeg maar van de feud? En jij hebt 205 Live van deze week al gezien. Ik helaas nog niet. Ik vind echt... Oké, jullie hebben hem allebei gezien. Nou, ga vooral je gang. Oké, ik vind echt één van de beste feuds going into WrestleMania. Ik vind het echt een heerlijke feud om te volgen. En afgelopen SmackDown 205, dus, die ik net heb gekeken ongeveer, vond ik ook echt dat de feud een mooi, niet einde, maar een mooi closing segment had, zeg maar. Ik had ook echt het idee van dat Austin Aries daarin echt gewoon boem, 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 alles raakschoot ongeveer in zijn promo. Het voelt niet per se... Echt zoals sommige vuur zelfs voelen, maar wel het idee erachter van ze komen beide van plekken dat ze niet alles hebben gekregen. En zijn beide gewoon echt goede wrestlers in de ring, maar bij Neville is het een beetje naar zijn kop gestegen en zo. Weet ik vooral. En dat Neville denkt dat Austin het niet gaat werken. Het is simpel, vind ik, maar het werkt en het is leuk. En ze zijn beide gewoon en goed in de ring. En ze zijn goed onder mic. En ze weten het over te brengen. Dus ja, leuke feud. Oké. Ja, Tim, heb jij er nog wat op toe te voegen of aan te merken? Daar sluit ik me volledig bij aan. Nou, lekker makkelijk dit. Hoppa. Ik heb het laatste stukje van 205 Live nog niet gezien. Raad ik het eens eerst. Maar wat ik tot nu toe wel gezien heb... ik ga het ook zeker wel kijken... ben ik zeer tevreden. Ik heb er niet echt moeite mee. Ik vind het hele simpele, concrete, straightforward booking. Ja, zoals... Het is helemaal niet lastig te volgen.
babyfaces doen niet dingen die babyfaces niet zouden moeten doen, bij wijze van spreken. Heels zijn gewoon lekker heels. Weet je wat ik zo mooi vind? Neville is perfect in wat hij doet. Ja. Austin Aries is in principe in deze feud helemaal niet anders dan dat hij zou zijn als hij heel was geweest. Ja, ja, precies. Maar het werkt gewoon, want het is Austin Aries. Plus, Neville, ja. Neville wordt ook echt gewoon, die is ook echt goed bezig als heel. Dus dat, ja. Omdat Austin, hoe die ook tegenover hem, zo tegenover hem staat, wordt hij sowieso gecheerd. Want ja. Niemand lijkt Neville, hoe goed hij ook is, wil cheer. Ja, chill. Nee, maar Neville heeft naast gewoon dat hij zijn enters heeft aangepast en zijn teamsong en weet ik wat allemaal. Ook gewoon zijn hele moveset aangepast. Zijn hele attitude in de ring. Veel agressiever. Mm-hmm. Ja. Ik vind het ook een van de lastigste matches om te voorspellen. Dit. Wie er wint. Dat heb ik niet. Ik vind het vrij makkelijk. Ja. Nou. Ik vind dat je daar... ik ben het wel met Ike eens. Ik denk dat het allebei de kant op kan gaan. Maar ik denk dat Aries wint. Oké, okay. Ik denk dat Neville wint. Ik zit nog te veel te twijfelen. Oké, okay. Nou dan gaan we niet van jou een antwoord vragen. Ja. Dan, ja, dan gaan we à la kick-off panel naar... ja, door ons zo mooi gezongen door Tim. WrestleMania Anthem. It's time for WrestleMania. Dankjewel. Fantastisch. Dat moet in de intro. ja, even aan Brian vragen. Goed, de main show. Nog 10 matches te gaan. Jezus Christus. Wow. Oké, okay, waar gaan we beginnen? Even kijken. In 5 uur. Zullen we beginnen bij de host? Oh. Ja, is... New Day zijn de host. Oh, New moest... Day? Moest dit? New Day. Moest dit? Ja, nou schijnbaar. Ja. Ik weet nu al wat we gaan krijgen. Ze dus hebben gewoon puur via Women's Title en Cruiserweight Title. Of een van de twee. Naar de pre-show gehaald. Omdat New Day een segment gaat hebben met waarschijnlijk The Rock en nog 2 Legends of zo. Dan gaan ze even dansen. Ja. En, maar de timing van die matches verplaatsen kwam wel vrij gelijktijdig met de timing van het concert wat aangekondigd werd. Dus ik denk dat het daar meer mee. Ja, echt, ik denk dat het meer mee. Ja, dat ze dat concert eindelijk rond hadden, dat ze dachten: oké, okay, jullie gaan naar de pre-show. Dat hebben we ook nog. Nou ja, ik denk dat het was gewoon zo'n dingetje van: oh, we weten nu precies hoeveel tijd alles gaat kosten. Over de New Day. In principe, ze zijn nog steeds heel erg over. Vind ik dit wel dan een aardige oplossing om ze dan op Mania te krijgen, want ze hadden niet echt een match voor hun. Zolang ze maar niet een Rock worden, zoals bij WrestleMania 27, dat ze met een promo van 20 minuten beginnen. Daar heb ik niet zo zin in. Hou het short en simpel, alsjeblieft. Ja, precies. Of WrestleMania 30. Voor mijn part toen ze één maar dat was leuk. Voor mijn part toen ze gewoon de hele avond lang een paar van die... grappige backstage segments. Dat ja, kan precies. Ook gewoon, ja, nee, backstage segments is alles wat je nodig hebt, joh. Ja, ja. Nou, misschien dat ze één keer even uitkomen om met de New Day Pops, maar dat hoeft 2 minuten te duren. Ja. Nou, het moet ook absoluut niet aan het begin zijn. Nee, dat is het enige. Als ze uitkomen ergens middenin, want dan kan je tenminste even ademhalen tussen de matches door. Even pitch break. Ja, ja. Ja. We hebben de Women's Titles match. Nou ja, weet je, laat het gewoon alsjeblieft niet. Iets tijdsrovend zijn, weet je wel. Iets wat ze met de Rock elke keer doen. In ieder geval de laatste 2 jaar. Ja. Jezus man, wat word ik daar gek van, hè? En... Ja. Maar het levert niks op. Je bent gewoon nog steeds salty dat Rock. Zoveel matches. Ja. Elke dag word ik schreeuwend wakker. Na 6 seconden die wedstrijd gezien te hebben. Nee, maar, ja, maar ja, het maakt niks uit. Op 31 vond ik het ook niet. Vond ik het ook te lang. Dat was zo vet. Maar dat was te lang. Toen had iedereen nog. En op 32, hetzelfde geval. Weet je, het was in eerste instantie heel leuk, maar dan duurt het weer te lang. Ja. Maar, ja. Maar op 31 had iedereen wel nog het idee. Hey, hier kan nog iets mee gebeuren misschien. Een match voor later. The Rock, Ronda Rousey, Triple H, Stephanie McMahon. Oh, dat is leuk. Ik zou eerlijk zijn.
ja, ga door. Ja, maar 32 had gewoon geen nut. Ja, een match van 6 seconden. Dat is helemaal waar. Sluit ik me volledig bij aan. Maar ik vond 32 toch leuker. Ja, oké. Zie nou. Ik weet nog dat 31, toen die Rousey de ring in ging halen, dat duurde zo lang. Ja. Dat hij met die crowd bezig was. Dat ik echt, dat was de eerste keer dat ik ooit dacht van oké, de Rock, ik ben er nu een beetje klaar mee. Nee, ik zei niet dat het leuk was, hè, maar gewoon dat nee, nee, ja. Nut maar, kunnen hebben. 32 was, toen had hij een match. Dat is ook leuk, toch? Ja. Misschien was het laatste match ooit, zou toch mooi zijn. China komt terug. We dwalen een beetje af weer. Ja, oké. Okay. Ja, nee, maakt niet uit. Ja, dat maakt wel uit. Hallo. Focus, focus, focus. Ja. Ja, dus laten we hopen dat het beperkt blijft. Nee. Goed, dan gaan we beginnen met de eerste match. Ik ga gewoon pakken wat ik persoonlijk denk dat WrestleMania gaat openen. Triple Threat Ladder Match. Voor de Raw Tag Team Titles. The Club versus Soft versus Cesaro en Sheamus. Eike, jij bent natuurlijk Club Enthusiast. Nee. Wat vind je van, van deze feud en de match? De Club? Ik zag achter Sheamus en Cesaro. Godverdomme, ja. Ja, daarom ik ook. Nee, okay. Victor, waar heb je het over, man? Ja, Sheamus is my boy. Jongen. I don't give a shit. Nee, maar over de match. Ik denk ook dat het open wordt om de eerste reden. Dan kunnen Enzo en Cass weer lekker een bullshit praatje doen. Nou, waardoor dat het beste? Waarschijnlijk het begin van WrestleMania. Heb ik daar zin in? Nee. Heb ik zin in de match? Ja. Vind ik de match goed opgebouwd? Ja, op zich zit er wel een leuke opbouw in. Het is niet heel erg diepgaand of zo, maar in principe zijn ze al sinds voor de Rumble bijvoorbeeld bezig, hè? Mm-hmm. Dus ja. Ik heb er wel zin in. De ladder lijkt wel een beetje te veel uit het niets te komen, omdat het pas afgelopen week is geïntroduceerd. Dat hadden ze eerder moeten doen dan. Maar ja, ik ben wel benieuwd. En ik ben ook wel benieuwd wie wint. Ik denk of de Club of Enzo en Cass. Ja, ik heb het niet zo met deze feud. Het is vrij simpel. Ja, zo erg. 76 euro zijn goed. Zo vervelend. Oh ja, absoluut. Ik, ook. Ik vind de dynamiek. Ik vind het. Maar ik vind het al zacht. Nee, maar de dynamiek tussen Cesaro en Sheamus wordt met de week leuker, vind ik. De Club zijn is awesome, maar het is. Ze worden zo dom neergezet. Ja. Het is zo vervelend. Ja, maar goed. Wat jij zei, het hele gedoe met die ladders hadden ze inderdaad eerder moeten doen, minstens een week. Het was ook voor de rest heb ik er vrij weinig om te zeggen. Het lijkt me niet meer dan logisch dat Soft hier wint. Ook al wil ik het absoluut niet zien. Yep. Tim. Well, I guess there's only one word to describe you. Ik zal het niet spellen. Maar... Sorry, moest ik even doen. Nee, in principe eens met ladders te laat en zo. De feud duurt. Allang was in principe wel oké, maar ik heb wel het gevoel dat het vooral gewoon matches zijn geweest. En niet echt inhoud dat het ergens over ging verder. Te veel backstage dingen. Ja, backstage dingetjes ook wel inderdaad. Ja, weet je. Het lijkt erop dat ze gewoon iets hebben in de WWE. Een verslaving of zo. Dat ze elk jaar een multi-man ladder match moeten hebben. Ik weet het ook niet. Mm-hmm. Maar goed, ik heb er best wel zin in inderdaad. En het zou best wel eens kunnen dat Soft gaat winnen. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Aan de andere kant. Het is net als met Hometown Boys, weet je wel. Zo'n big win op een big stage voor een babyface team. Daar schijnen ze ook niks meer mee te hebben tegenwoordig. Nee. Ja, in principe zou... Doen ze gewoon random op een Raw. Ja, precies. Ja, random op Raw. Dat is iets voor de women. Ja.
Ja, dan zul je zien dat ze dat de klap hem wint, weet je wel. En dat Enzo en Cass op een of andere vreemde manier een rematch hebben op de Raw After Mania. Ja, dat ja. Daar ja, dat zie ik. Nou, echt hoor, jongen. Ik zou er zo ziek van worden, gewacht. ja, goed. Laten we doorgaan. Ja, nou, een SmackDown match. Voor de Intercontinental Title. Oeh. Dean Ambrose versus Baron Corbin. Tim, je boy. Even snel een vraag. Waren zij nou op SmackDown of niet? Nee, waren zij op SmackDown? Zijn. Afgelopen SmackDown. Ja, ik zat aan het einde. Ik denk, ik heb iets gemist. Maar ze waren er gewoon niet dus. Oké, okay, logisch. Nee, heel logisch natuurlijk. Maar waarom zou je dan Number 2 title nee. niet op de show doen? Dat slaat nergens op natuurlijk. Nee, maar in principe... Hallo, Seb. Ja? Hallo. Ze hebben de women's title toch al? Oh ja, sorry. Number 3 title. Jongen. Maar in principe was het gewoon een leuke feud, dit wel. Vind ik, tenminste. Ik ben natuurlijk een beetje biased. Maar bij Elimination Chamber begonnen. En daarna wat gekkigheid met een forklift. En Ambrose die bijna doodging. Het enige wat ik dan weer vind is... Als je zulke dingen doet, zoals met die forklift... Dan moet je eigenlijk ook een kleine stipulation aan de match hangen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Vind ik wel jammer op zich, want ik heb nou niet echt vertrouwen in dat dit als een normale singles match heel goed gaat worden. Ja. Ik hoop dat Ambrose wint, maar ik zou Corbin ook wel eens kunnen zien winnen. Dus we gaan het zien. Dat is wat ik erover heb te zeggen. Ja, Eike, neem het stokje zo. Ja, ik ben helemaal eens met dat stipulation ding van je. Ik had echt een paar weken terug, als je dan nog de vraag van... Wat gaat een van de special matches worden? Dan had ik als eerste misschien wel gezegd... Corbin tegen Ambrose, False Count Anywhere. Mm-hmm. Zoiets. Ja. Dat had ik echt verwacht. Ik bedoel, backstage ver. Kom op. Dan gaan we nu een singles match hebben. Wat voor idioten leven daar nou? Zowel, Corbin is toch eentje die wel houdt van met wapens vechten en zo. En Ambrose, ja, dat spreekt voor zich ondertussen. Dat is ongeveer de personificatie van wapens. Dus dat is... Heel onlogisch. Ik heb wel zin in. Ik vind het feud leuk. Ik moet wel zeggen dat net dat beetje extra mis. Dat het echt overmaakt. En ik hoop ook dat Ambrose wint. Maar denk ook Corbin. Ja. Dat is mijn professionele mening. Ik heb er vrij weinig aan toe te voegen. Ik vond het inderdaad ook een prima feud. Ik vind... Alleen ook wel weer een beetje belachelijk dat ze dus niet op de laatste SmackDown waren. Dat valt gewoon op. Er was ook geen plek meer voor. Ze waren wel op Talking Smack, zag ik trouwens. Maar ik heb nog niet gekeken. Dat wel, maar goed. Ik ook niet. Maar ja, waar kijken meer mensen naar? Er kijkt bijna niemand naar Talking Smack volgens Meltzer, dus... Nee, niet volgens de view rates van... Nee, dat is ook wel logisch, want het is best wel laat volgens mij. Maar goed, het dwaal af. Het is 11 uur. Ja, vind ik laat. Ja, dat is laat. In ieder geval. Het verbaast me eerlijk gezegd inderdaad ook dat dit geen False Count Anywhere is of een ODQ of weet ik veel wat. Ja. Voor het dan een pole match. Ja, Dean Ambrose is er geboren voor die... Ja, precies. Fucking hell. Ja, leg je tegenstander minimaal 10 seconden onder een forklift om te winnen, weet je wel. Oh, Extreme Rules, daar maar op. SmackDown heeft dus Extreme Rules. Dus kijk, het probleem is dan wel een beetje dat ze nu niet al hadden zo'n opbouw hadden moeten doen. Want nu zit je echt zo, nu wil ik echt een gimmick match. En nu is het echt zo, singles match. Op ik weet het oplossing al. Dit wordt een DQ. Ik ben geen fan van DQ's op WrestleMania, als ik eerlijk ben. Ik ook totaal niet. Nee, maar goed. Ja, weet je, Corbin is natuurlijk... Corbin is echt wel iemand die zo... Ja, die gewoon thrived in dat soort matches. No DQ matches. Je zag het in zijn chairs matches ook heel goed. En Ambrose is king van de gimmick matches eigenlijk. Die kan alles wel. Dus, maar ik verwacht eigenlijk wel dat Corbin hem hier pakt. Sowieso. Ja, sowieso vind ik ook wel een ding. Trap ik op je haar? Weet je wel. Maar goed. Ja. Dan gaan we naar een nog
van de ene frustrerende title scene redelijke, omdat ze niet het laatste SmackDown waren, maar de meest frustrerende title scene. De women's title. De Raw women's title. Help. Zoveel rants over het title. Zoveel. Zullen we dit gewoon skippen? Misschien is dat het beste idee. Nee. Nee, want we kunnen hem live ook skippen. Dat kan wel. Goed. Die gaan we heel tijd kappen. Ja, we kunnen met z'n allen strategisch gewoon het huis uitlopen. Op het moment dat we horen dat Nia Jax de muziek... I'm not like balls, girl. Ik ga wel even heel lang naar de wc dan. En dan wij allemaal... Wij zijn niet de meeste fans en we lopen gewoon weg. Ja. Maar goed. Een Fatal 4-Way Elimination Match voor de Raw Women's Title. Bayley versus Charlotte versus Sasha versus Nia. Waarom is dit een Elimination Match? Daarom. Dat maakt me niet uit. No explanation. Nou, ik vind dat redelijk vervelend voor een big WrestleMania match. Als je gewoon zegt, nou weet je, we hadden nog geen Elimination match. Dus, yeah. Weet je, het is net als met die ladders. Ja, we hadden nog geen ladder match. Laten we een ladder match van maken. Ja. Weet je wat het is? Nou, Tim. Ja. Ja. Deze... Oké, ik snap nog steeds niet waarom Nia Jackson er nou toch in zit. Ze won de match. Ja, maar die hadden we al een beetje afgeschreven eigenlijk. Dat ze van, wat was het? Van Sasha verloor. Maar goed. Ja, maar dat is nu ook gewoon niet... Het hele probleem hiermee is, niet en dit heb ik al eerder gezegd, is niet zozeer dat deze vier in deze match zitten, want dat is wel logisch, want het zijn de vier meest prominente women. Nee, het probleem is, dit zijn de enige vier women die op dit moment op Raw zitten. Ja, precies. En we zien gewoon, al maandenlang zien we gewoon dezelfde paar mensen om die title vechten. En ik ben er gewoon een beetje klaar mee. En ik heb er ook niet meer zo zin in. Dus ik zit op dit moment gewoon te... En dat had ik nooit gedacht dat ik dit nog zou zeggen. Te smeken tot Emma komt. Dat Emma komt. Want, ja. Och, ik heb nieuw bloed nodig, man. Ja, niks aan toe te voegen. Dit is echt gewoon... Ja, nou, dat is de women's division is de enige division. Al is het op SmackDown... Zij hebben wel mensen van geprofiteerd. Maar daar heb ik nu toch ook het idee dat... mensen te veel met elkaar bezig zijn. De women's division is de enige division... die echt helemaal niet heeft geprofiteerd... van de brand. Ja. Ik zie het zo. Je hebt de Raw Tag Team Division... die was oké. En de SmackDown Women's Division... die heeft ervan geprofiteerd. Maar de Raw Women's Division en de SmackDown Tag Division... hebben eigenlijk allebei niks gehad aan de brand split. Ja, dat is wel echt de conclusie die je nu kan trekken. Ja, dus... Ja, nou kijk... En kijk, het feit bij de SmackDown's Women's Division is natuurlijk gewoon dat daar allemaal mensen heen gingen, behalve eventueel Becky, die eigenlijk gewoon niet established waren. En Natalia, die kende je wel, maar die was geen established main eventer. Helemaal niemand. Weet je wel, dus die konden allemaal gewoon... Die hebben zoveel profijt gehad van iedereen exposure. En dan op Raw... Ja, precies. Maar op Raw had je die eigenlijk gewoon drie established main eventers. Ja. Weet je wel, in ieder geval voor de NXT-fans. En Charlotte en Sasha tegen die tijd waren het main eventers. Tegen de tijd dat de brand split echt begon, zeg maar. Maar de verdeling is ook zo raar. En dan komt Bayley, wordt daar ingedaan. We gaan ook gewoon doen alsof, zeg maar... alsof Bayley fucking 10 is of zo. Echt. Oh, ik kan me zo oud. Maar goed. Ja. Ja, nog wel dubbele cijfers. Maar die hele... Nia Jax erin slaat helemaal nergens op. Het slaat nergens op. Nee. Ten eerste krijgt ze een match tegen Bayley door Stephanie. Nou ja, weet je, Stephanie die heeft mensen nodig om tegen de grond te werken. Doet ze dat af en toe ook gewoon bij de heels, hoor, daar niet van. Dus het boeit haar toch geen kut. In dit geval is dat dan Bayley. Nou, die krijgt een match tegen Nia Jax. Nou, Nia Jax verslaat Bayley niet die eerste keer. Dat is gewoon een DQ. Of vervolgens awarded te worden met... Ah ja, je zit ook in de title match. Weet je wel, achteraf. Ja. Ja. Het is frustrerend. Het is toch dom? Ja, nou ja. Weet je, we konden Nia Jax niet tegenhouden van die DQ. Ja, ze heeft eigenlijk niet gewonnen. Nou, laten we dat dan maar in de title match zetten. Want ze heeft het wel verdiend. Ja. Hartstikke logisch. Ja. Het was ook zoveel logischer geweest. Zat in... Het was ook zoveel logischer geweest als de triple threat was.
ondanks dat het weer dezelfde mensen zijn. Wat heeft Nia Jax nou precies met hem allemaal te maken, behalve voor iedereen omverlopen? Nou, kijk, als het nou zo was geweest dat Nia Jax had gewonnen van Sasha Banks op Fastlane en Sasha Banks wint vervolgens van Bayley, had ik ergens nog wel zoiets gehad van, oké, nou waarom zit Nia Jax daar niet in, want die heeft gewonnen van Sasha, weet je wel? Ja. Dan zou je het eventueel nog kunnen justifyen voor me. En als het dan vervolgens Bayley verslaat, want wie verslaat Bayley niet, op Raw, dan had ze er wel tussen gehouden, maar dit is gewoon domme boeking, vind ik. Charlotte? Ja, Charlotte niet, nee. Ook niet eens in tag matches trouwens. Ook nee. Maar goed, om er niet te veel over te zeiken, want dat hebben we toch al wel gedaan. Elimination maakt dit wel redelijk interessant, vind ik. Interessanter dan dat het was geweest als het niet Elimination was. Vind ik eigenlijk. Ik weet niet of iemand het daar mee eens is. Nou, omdat je nu... Kijk, ik zit nog steeds als een klein kind te hopen op een Sasha Heel. Oh, ik zeker ook. Ik hoop ook echt dat dat gaat gebeuren. Maar ik denk juist dat met een Elimination stijl dat het misschien beter te verwezenlijken valt. Ja, grote kans. Ja, maar die heel turn, die komt er sowieso aan, volgens mij. Als je een beetje kijkt naar wat Sasha allemaal gezegd heeft en zo. Wanneer? Zeker. Ja, en ook hoe ze doet. En de promos en de attitude. Dus... Kijk, ik hoop gewoon dat Nia Jax als eerst uitgaat. Na echt 4-5 finishes achter elkaar of zo, weet je wel. Gewoon even met z'n drieën slopen. Gewoon heel sterk eruit laten gaan, weet je wel. Met de big guys altijd, weet je wel. Nou, Charlotte naar daarachter en dat Sasha en Bayley uiteindelijk overblijven. Dat Sasha moet gaan cheaten of iets gaat doen. Het kan natuurlijk niet een Fatal 4-Way DQ's of dat soort dingen. Maar gewoon met de title, weet je wel. Dat ze Bayley ramt met de title of zo. Iets om die heel turn te cementen, weet je wel. Gewoon Bayley ook sterk neerzetten. Nou, ik zou het gewoon niet tijdens de match doen. Ik zou het juist tijdens de match doen, sorry. Niet na de match. Ik zou Bayley super sterk neerzetten als babyface. En dat de enige manier waarop Sasha kan winnen is door te cheaten. Dat is hoe ik het ook zou willen, graag. Zoals jij het beschrijft. Ja, dit is ook fanbooking, hè? Dit is niet wat ze waarschijnlijk gaan doen. Wat ik ook wel zie gebeuren in principe, is dat Bayley Sasha dan elimineert. En dan valt Sasha aan, zeg maar. Waardoor Charlotte de title terugwint. Dat zie ik misschien ook nog wel gebeuren. Maar ik heb liever dat Sasha wint eigenlijk. Dat kan ook. Ik zie ook Bayley nog wel. Ik heb gewoon inderdaad het liefst dat Sasha. Ik zie ook Bayley nog wel winnen. Dat dan Bayley en Sasha de laatste twee zijn. En dat Sasha juist na de match helemaal gefrustreerd raakt. En dan zogenaamd wil feliciteren en dan opeens boom, neerlegt. Oh, ja. dat ze dan de title pakt voor Bayley, weet je. Oh ja, gefeliciteerd voor. Ja, dus hebben we al drie realistische uitkomsten verzonnen. Dus dat is mooi. Nou, dat is mooi voor straks bij het live kijken. Hebben we alle drie al. Ik zeg niet dat het voor mij gebeurt, hè. Ik hoop... Nee, maar weet je, het is nu gezegd. Oh, niet eens voor mij. Wat schrijf ik? Seks. Maar goed, ik voorspel in ieder geval dat Sasha dit wint. Dan ga ik ook gewoon voelen. Dat is leuk dat je dat al vertelt, dan kan ik daarop in anticiperen. Ja, alsof dat niet duidelijk was. Wat denken jullie? Zoals ik zei, ik hoop Sasha, maar ik denk dat Charlotte het ook wel eens zou kunnen winnen. En Bayley zou ook nog kunnen. Okay. Dus ik weet het nog niet. Charlotte heeft ook wel heel veel invals gepakt de laatste tijd. Door ik zoiets heb van, die gaat weer winnen op de pay-per-view. Dat is vaak een teken dat ze vervolgens winnen, inderdaad. Ja. Dus ik vrees ook voor Charlotte. Ik bedoel, dus. Yes. Ja. Next. Geef ik. Oké. Nou, goed. Gaan we door. Mixed tag match. John Cena en Nikki Bella versus The Miz en Maryse. Yes. Ja. Oké, deze feud vond ik persoonlijk in het begin... lastig, omdat ik het eigenlijk een beetje weer hetzelfde vond als dat, zeg maar, AJ met Cena deed. Maar de laatste twee weken dacht ik echt van, holy shit, dat is echt fantastisch. Dus, ik ben een erg groot fan geworden van deze feud. En ik hoop echt heel erg dat de mis gaat winnen. Nou, sowieso niet. Kan ik nu alvast vertellen.
Nee, dat weet ik. Maar stiekem hoop ik het toch wel. Die droom moet je echt uitstappen, jongen. Want dat is... Nee, wacht. Als de Miz wint, is het de enige superstar ooit die Cena twee keer op WrestleMania heeft geslagen. Ja. Dan komt de Rock zelf niet. Dus, nee, ja, oké. En dan kan je twee dingen doen, hè. De Miz is je nieuwe main event. En Cena kan alsnog zijn huwelijksaanzoekje doen. Wat hij waarschijnlijk gaat doen. Perfect. Hoe gaat hij dat doen na een verlies? Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Echt waar? Is dat altijd... Ja. Was het niet WrestleMania vroeger waar ook zoiets gebeurde na een verliespartij? Je bedoelt WrestleMania ja, maar dat, 7. Dat waren, ja, maar dat waren de twee die uit elkaar waren. En de Savage werd retired. Dat is een hele andere situatie dan dit. Hè? Nee, hetzelfde. Nee. Ik snap je enthousiasme, maar goed, dit gaat gewoon echt niet gebeuren, Bang Bang. Nou, alsjeblieft wel opbouwen. Nee, maar even over de feud. Ik vind het echt inderdaad vooral de laatste week echt geweldig. Maar ook gewoon daarvoor was het wel goed. Het was alleen inderdaad misschien wat te herhalen. Niet omdat het vaker is gezegd, maar omdat we het net hebben gehoord, zeg maar, van Styles ook. En ik moet zeggen dat ik de inbreng van Nikki Bella een beetje matig vind. Oh, Nikki is zo slecht. Ja, Maries, en dan als je dan Cena hoort afgelopen SmackDown, denk je echt, die Nikki moet gewoon nooit meer praten. Cena zijn promo afgelopen SmackDown, ik vond het echt een van de beste promos van de afgelopen maanden. Ja, het was hartstikke goed. Echt gewoon, geweldig. En ook natuurlijk naar die geweldige Toto Bella zingen, dat is ook geweldig. Bella's bullshit, fantastisch. Daniel Bryan. Can somebody... Toen moest ik zo lachen. Jezus. Daniel Bryan. Ik? I'm a vegan. No. Ah, geweldig. Maar ook vorige week met die I have a diamond. The Hell of Space video set. Of yoga set. Ik vind het geweldig. Het is ook mijn humor. Ja, ik kijk er echt naar uit. En ik vind het knap dat ze zo'n soort match... Want wie heeft daar nou zin in? Zo hebben kunnen opbouwen. Echt. Ja, het enige wat ik echt vervelend vind aan de hele mixed tag situatie, en ik denk dat Tim dat ook wel gemerkt heeft, ik denk jij ook wel, allebei, de ontzettende geforceerdheid bij Cena en Nikki. Het is zo erg. Ja. Ze zien er zo ongelooflijk uit. Dat is ook waarom... Alsof ze het... Dat is ook waarom die Total Bella segments zo mooi zijn, want er zit ook gewoon een kern van waarheid in. Ja. Ja. Maar gewoon als je bijvoorbeeld deze SmackDown, weet je wel, dan is Cena bezig met echt een hele goede promo. Ja, maar... En dan stopt hij even en dan gaat hij Nikki op de kont slaan, weet je wel. En dan zie je haar zo kijken, en dan haalt het alles weg, weet je wel. Het is soms gewoon een beetje ongemakkelijk eigenlijk, de dynamiek in de samen zo niet open. Ja, ik ben ook nog steeds benieuwd hoe dit nou tot stand is gekomen. Ja. Is het nou Cena die gezegd heeft van, joh, ik wil aanzoek doen. Zullen we dat op Mania doen? Of heeft Vince gewoon gezegd van, joh, je gaat een aanzoek doen, man. Ja. Nee, het schijnt, wat ik gelezen heb, want ik heb er wel dingen over gelezen. Het schijnt gewoon zo te zijn dat ze dit eerst bedacht hebben. En achteraf zoiets hebben gehad van, weet je wat eigenlijk wel een goed plan is? Als jij nou eens eventjes een aanzoek doet. Dat vind ik heel mooi, dat ze Cena daar gewoon in dwingen. Want hij wilde het gewoon echt niet lange tijd. Ja. Nee, maar hij wil het ook gewoon... Ik denk dat hij het nog steeds niet doet. Ik denk dat hij het gewoon puur gaat doen omdat WWE tegen hem zegt... Zo, volgens mij weigert hij vrij weinig. Als hij echt niet wil, doet hij het toch ook gewoon niet? Ja, hallo zeg. Dat is pas een phony. Dat zou je toch denken. Hij heeft toch wel genoeg macht dat hij kan zeggen van... Nee. Ja, inderdaad. Nou ja, misschien wil hij ergens ook wel gewoon juist nu... Ja, I don't know. Dat zou kunnen. Maar goed, ik vind het wel... Het enige wat ik gelezen heb is in ieder geval dat ze dat achteraf pas niet bedacht hebben. Niet per se van, we moeten een mixed tag match hebben zodat Cena kan... Maar wat belangrijker is aan deze match, de in-ring return van Maries. Ja, daar kijk ik dan weer niet zo erg naar uit. Behalve dan wat ze aan heeft, maar ik vind Maries in de ring niet echt... Maar zij was eerst de longest reigning Divas champion. Dat was nog belangrijk. Ja, maar goed, dat ze daar niet over zijn begonnen. Daarna kwam nog iemand en daarna pas Nikki, hè? En eigenlijk is Charlotte de longest reigning, want haar title reign werd omgezet naar de women's title. Nee, dat niet.
Ja, eigenlijk wel. Is fake. Maar in mijn hart is AJ nog steeds de longest reigning women's champ. Divas champ, sorry. Maar goed, laten we niet te veel afdwalen. Nee, ik zat. Doe het toch al. Tim, wie denk jij dat gaat winnen? Sina en Nikki natuurlijk. Wat zijn over een vraag? Eike, ook nog gewoon even zeggen. Nee, ik wil het niet zeggen. Ik kan niet uit mijn mond krijgen. Oké, nou ik wel. Sina en Nikki gaan winnen. Oké, even kijken. Wat gaan we dan? Waar gaan we dan heen? Oké, we pakken Shane McMahon versus AJ Styles. Singles match. Weer een SmackDown match. Ja, weer een SmackDown match. Uiteindelijk. We willen deze eerst even pakken en dan gaan we naar de iets wat grotere matches. Oké, ja. Eike, wat vind je van de opbouw? Uiteindelijk, ik was er in het begin niet echt een voorstander van deze match. Je voelde hem wel aankomen, maar uiteindelijk vind ik het best wel een leuke view. Ik vind het ook wel leuk dat ze afgelopen SmackDown even het punt hebben gepakt. Van, hey, je zit een keer niet in een matchtype waarin je wapens kan gebruiken van dingen af kan springen. En dat vond ik wel iets leuks toevoegen ook aan de view. Want het is inderdaad Shane McMahon en geen special matchtype. Wanneer is dat voor het laatst geweest? Ik kan het niet zeggen in ieder geval. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ja, ik heb wel zin in. Het lijkt me duidelijk dat AJ hier wint. Moet winnen eigenlijk wel. En ja, het zal vast wel leuk worden. De feud is logisch. In tegenstelling tot wat sommigen vinden. Eigenlijk ben ik volgens mij de enige die het logisch vond. Maar ja, ik vind het leuk. Oké. Ja. Ik. Oh, oh. Ben er uiteindelijk wel on board mee. Ja, ik ga gewoon jou even overstaan. Maar we komen ja, is goed. Uit. Ik dacht dat je iets heel controversieels ging zeggen. Maar ga door. Nee. Uiteindelijk heb ik wel zoiets van dat ik er vrede mee kan hebben. Ik hoop gewoon dat achteraf, zeg maar, na Mania, dat dan, zeg maar, Styles gewoon gewonnen heeft. Want ik zie ze wel hele domme beslissingen maken. Als... Nee. Gewoon even ervan uitgaan dat Styles hier gewoon wint. Heb ik er geen moeite mee. Als daarna Styles gewoon weer teruggaat naar de top of de card. En niet blijft hangen. Ja, zeg maar. Niet gelijk. Maar dat lijkt me ook niet echt. Dus, kijk... Uiteindelijk vind ik de feud goed. Alleen, het enige wat ik heel grappig vond, toen aan het begin, zeg maar, toen hij in de parking lot Shane door een auto wierp, dat vond ik een hele coole spot. En echt 2 seconden later hadden ze het weer voor zichzelf verpest. Omdat ze een camera hadden in de auto. Ja, maar wel toch ook zo dom. Ik dacht, jongen. Je zag ook gewoon mensen op de achtergrond lopen. Dat vond ik ook zo dom. Ja. Kom op. Kijk, dat de mensen toevallig lopen, weet je wel, dat is redelijk realistisch, ja, maar... weet je wel. Dat het per se een hele lege ding is, dat kan ik nog wel accepteren. Maar... Het is realistisch. Maar, dat... Het zijn kleine dingetjes. Dat vind ik ook niet echt realistisch. Ja, het zijn kleine schoonheidsdingetjes. Maar uiteindelijk vind ik het een hele vette feud. Maar ook hier verbaast het me wel dat er geen match is. Stipulation eigenlijk. Ik had het liever bij Ambrose tegen Corbin gehad dan hierbij. Ja. Ik zeg ook niet dat het per se had gemoeten, maar het verbaast me wel. Want ik had het wel verwacht. Het probleem wat ik ermee zie... in de feud past het wel met wat AJ zegt. Van ja, je gaat nu een wrestling match tegen mij doen en je bent een compleet kansloos. En dat is ook zo. Het probleem wat ik zie is dat... ik persoonlijk, en het is misschien een controversiële mening, maar Shane McMahon is niet zo'n goede wrestler. Nee. Maar AJ Styles... Nee, hij is ook geen wrestler. Met iedereen een goede match neerzet. Ja... Het is AJ Styles. Dat hoop ik. Want het vooruitzicht van Shane McMahon in een regular wrestling match, daar kijk ik niet heel erg naar uit, als ik eerlijk ben. Nee. Maar ja, hij heeft ook een keertje een four-star match gehad met, weet je nou... Gallows, dus alles is mogelijk. Gallows? Oh ja, ja. Maar dat is New Japan zeker. Ja, oh ja, want dan kan Gallows opeens wel een geweldig wrestler. Nou, en zo slecht was hij niet, Gallows. Okay. Kijk, als er namelijk Big Daddy Yum Yum was, dan had ik gezegd zo. Wat? Dan verzin ik niet, hè, die naam. Big Daddy Yum Yum is echt een wrestler. Dat is het erger nog wel. Wauw.
Maar dus ja, AJ Styles is wel de man die ik dit zou toevertrouwen dan. Maar ik zal ook eerlijk zijn. Het is een goede feud. Goed opgebouwd gewoon. Het boeit me alleen niet zoveel. En dat ligt compleet aan mij. Maar het boeit me gewoon niet zoveel. Dat ligt niet per se aan jou. Want het is natuurlijk wel dat het echt veel te voorspelbaar lijkt. Ja. En dan heb je minder interesse in de match. Ja, zo op je zes. Dat hebben we ook met een andere title match die we zo meteen nog gaan krijgen. Dat is ook helemaal niet zo interessant, vind ik, omdat het zo voorspelbaar is. Daar heb ik hetzelfde bij. Boeit me gewoon niet zoveel. Daar komen we zo op, denk ik. Ja, ik heb het idee dat je precies weet wat je met ze bedoelt. Volgens mij zitten we helemaal op één lijn. De WWE title. Heel goed. Nee, daar heb ik niet over. Maar Victor. Nou ja, goed. Weet je, ik denk dat het meeste hierover wel is gezegd. Ik denk dat we alle drie gewoon hopen dat ze... Ja, we hopen natuurlijk van alle drie dat staan in. Ja. Ja, voor de rest kan het ons vrij gestolen worden. Ook op een goede match. Goed. Dan gaan we naar een Raw match. Voor de United States Championship. Chris Jericho versus Kevin Owens. Wil iemand eerst nog even klagen dat dit voor de United States title is? Het is toch ongelooflijk dat twee part-timers... een fucking major title match hebben. En dat deze twee, die het afgelopen half jaar het hoogtepunt van Raw waren. De fucking US title. De fucking US title. Hoezo? Hoezo? Ik kan nou even niet eruit halen of je nou... Nee, ik ben niet sarcastisch. Hoezo? Waarom? Oké. Ze hebben Raw gedragen het afgelopen half jaar. En dan dit. Een soort mosterd naar... Ik hoor langzaam Tim Scherp op de achtergrond. Maar we gaan de match maar bespreken. Owens, Jericho. Dit is een geweldige feud in principe, toch? Ja. Ik vind dit misschien wel de best opgebouwde feud als ik eerlijk ben. Ja, zou kunnen. Maar het Ik vind het in ieder geval van dat zeker. Ja. Ja. Ja, wel van Raw. Ik vind nog een vuur van Raw ook wel goed. Maar dit kan naar mij. Oké. Ja, oké. Nou, goed. Tim, wat vind je van. Dat zei ik dus al. Die vond ik heel goed. Ja, nee, maar degene met die Festival of Friendship was gewoon een geniale manier om die break-up te doen. Daarna Jericho een paar weken afwezig te laten zijn was een goed idee. In principe het idee van dat Jericho Owens de title kostte, kon ik wel mee leven. Omdat Jericho Owens zo vaak de title hielp behouden, zeg maar. En dan vervolgens de logica van Owens, you took away my title, now I'm gonna take away your title... ook logisch. Dus wat dat betreft is het allemaal logisch opgebouwd. Maar het is natuurlijk wel een beetje belachelijk dat dit niet voor de Universal Title is. Ja. Dus het is complicated, maar dat is mijn mening. Ja. Nou ja, ik ben het ermee eens. Het is de beste opgebouwde feud van in ieder geval Raw. Als het gewoon even per brand pakken. Dan vind ik dit de beste feud van Raw. Ja, ik kan er vrij weinig over zeggen. Het is gewoon hartstikke goed. Het enige wat me nog steeds zeer doet. En dat is gewoon het feit dat dit voor de United States title is. En daar kan ik wel over zeiken. Maar dat doe ik gewoon straks bij de Universal. Dus gewoon makkelijk wegzetten. Maar kijk, tuurlijk zijn er ook dingen die niet doorgingen vanwege het feit dat Seth Rollins geïnjured was. Wat eigenlijk niet de bedoeling was. En dan moet je nagaan dat het zelfs de bedoeling was dat dit helemaal geen title had. En gewoon een grudge match was. Dus dan ben ik uiteindelijk toch nog wel blij voor ze dat ze nog een title hadden weten vast te houden, zeg. Nou ja, als je bekijkt wat zij sinds de brand split gedaan hebben, dan is dit volkomen onterecht. Maar om even met gewoon zoiets te hebben van gewoon kijken naar wat ze gedaan hebben, fantastisch. Ik heb ook echt het idee alsof ze dit gewoon met z'n tweeën gepland hebben. En gewoon dat Jericho bijvoorbeeld niet heeft genomen. Weet je wel, als je bekijkt, Jericho en Owens samen. Ik denk dat zij samen wel zoiets hebben van dat slant ze even in elkaar. Weet je wel, en Jericho is volgens mij op zo'n punt dat hij helemaal niet zo heel veel toestemming meer hoeft te vragen. Weet je wel. Dus dat komt wel heel handig uit.
Maar je kunt gewoon merken dat er een verschil qua kwaliteit zit tussen dit en de rest van Raw. Zeg maar. Dus dat is gewoon zo anders. Ik zou wel zeggen, bekijk het aan de zonnige kant. Na WrestleMania is de US title waarschijnlijk gewoon de top title van Raw. Dus... Ja. Hey? Dat is zeker wel. Jongen. Leuk, zometeen bij de Universal title. Eike. Ik heb net een piraten houden. Ja, je hebt natuurlijk eerst even gehuild over de United States title. Maar ik moet ook een pluspunt hier aan toegeven. En dat is niet omdat we zo meteen een leuke Universal title met schrijven. Maar het heeft ergens de viewtel ten goede gedaan. Wat Tim net zei, het was allemaal heel logisch. Met bijvoorbeeld op Fastlane ook dat gedoe. En dat Owens dan de title van Jericho wil. Het zorgt wel voor een extra laagje in de viewtel. Dat het misschien nog iets beter maakt. Dus dat was wel leuk van ik. Ja, voor de rest, ja, wat jullie zeggen, het is een hele goede view. Mooi opgebouwd. De match die iedereen eigenlijk wilde. Op Ryan na, die wilde op de een of andere manier Kevin Owens tegen Joe hebben. Ja, dat match, maar niet voor nu. Nee, precies. Maar, ja, hartstikke leuk. Wat ik trouwens ook wel leuk vond, afgelopen wel, dat ze die Jericho's trademark van afgelopen half jaar, You Just Made the List, tot toen hadden bewaard. Ook echt zo. Nou, dat was echt zo'n moment dat ik echt moest glimlachen. En dat zegt genoeg als je gewoon op zo'n moment al moet glimlachen op een view. Wat iemand zegt. Heerlijk. Dus ja, mooie view. Kijk er maar uit. En ik heb Jericho's Reign bezig. Ja, het lijkt me niet meer dan logisch eerlijk gezegd. Wat? Ja, het lijkt me wel. Het schijnt dat Jericho weer gaat toeren, dus. Ja, het schijnt wel pas in mei te zijn. Dat hij toert. Oh, oké. Dus we kunnen nog een rematchje doen. Dat dacht ik. Ja, nou, payback, dus dat is goed. Cool. Oké. Goed, dan gaan we door. Eens even kijken. Ja, we hebben eigenlijk alleen nog maar big matches over, dus. Nou, pakken we eerst de non-sanctioned match. Seth Rollins versus Triple H. Okay, ik wil hier graag beginnen, want dit is dus mijn andere match van Raw die ik ook heel goed vind opgebouwd. En jullie kennelijk niet. In ieder geval niet zo. In ieder geval niet goed. Ik zou eerlijk zijn, ik was hem compleet vergeten. maar dat ligt ook aan mij hoor. Dat je het zegt, ja, je hebt gelijk eigenlijk. Ik vind het echt een hele fijne view. Ik vind eigenlijk vanaf de Rumble. Daarvoor was het misschien soms een beetje te. What the fuck, waarom nu pas? Of. Waarom heb je er 3 maanden niet zorgen om gemaakt? Dan ga je nu opeens weer terugmaken om Triple H, dat soort gedoe. Maar ja, daar kan ik eigenlijk geen fuck meer om geven. Maar vanaf eigenlijk de Raw voor de Rumble, heeft alles in mijn ogen wat ze hebben gedaan. Ja, was voor mij duidelijk waarom ze dat deden. Van hoe ze met de injury omgingen, tot waarom de matchtype er nu is. Tot Triple H echt als een klootzak nu overkomt. Door heel de tijd op die... Niet op die knie, of wat is het ook weer, waar die zijn knie volgens mij in te gaan. Want Triple H, ik had bijna zoiets van, ik wil bijna niet voor Triple H meer zijn, want dat is echt een van mijn favoriete superstars. Ook puur door hoe ze zich voelt tijdens tegen Rollins. Wat ik ook heel nice vond was afgelopen Raw, dat ze het niet alleen maar maakte over van, hey, je hebt mij genaaid, maar ook het idee van, hey, ik was anders voordat ik jou ontmoette. Dat vond ik ook nice dat ze dat eraan toevoegden. En voor de rest, ja, ik vind het een hele leuke view. Misschien KO tegen Jericho iets leuker, maar het is wel ook echt ook een hele leuke view te maken. En ik heb er zin in. Ik vrees alleen dat, omdat het een sanctioned is, en toevallig net Foley helemaal niet in stijl is weggegaan, dat er nogal wat legends of superstars even langskomen. Dat we een beetje een stink tegen Triple H krijgen. Oh god, nee. Oké. Dus voordat ik daarop ga reageren, ga ik eerst zeggen wat ik van de feud vind. Aangezien ik het idee heb dat Tim redelijk, zeg maar, op jouw straatje zit. Nou. Ga maar weer van iets uit. Ja, nee, zo kan het ook. Proof me wrong. De reden dat ik zeg dat dit niet mijn top Raw feud is, is omdat dit al zo lang bezig is. En ze eigenlijk onbedoeld een tweede kans hebben gekregen. Ja, maar dat maakt geen top. In mijn ogen.
Okay. Nee, absoluut niet. Maar dan zeg ik qua long-term booking, vind ik dan Owens Jericho leuker. Dat is de enige reden. Het is een close second voor mij. Ik vind de segments die ze gedaan hebben sinds Rollins terug is, dus echt vanaf Fastlane tot nu, hoogtepunten van Raw. Samen met dan de Jericho Owens dingen. Zeg maar, dat zijn echt die segments, daar kan ik echt van genieten. Triple H doet het fantastisch. Seth Rollins zelt als een motherfucker. Geweldig. Dus alleen maar goed. Wrong. Maar wat ik bedoel met tweede kans, is eigenlijk dat ze nu, doordat hij nog een keer geïnjured is, een tweede kans krijgen op een face turn. Want anders hadden ze die niet gehad, denk ik. Want hij krijgt nu best wel weer een heroes welcome en zo. En ik denk dat dat heel erg meehelpt. Want hij is eigenlijk nooit echt officieel echt face geturnd. Dat is gewoon heel, heel langzaam. En toen was hij gewoon face, weet je wel. Toen kon hij het ineens weer uit het niks vinden met Roman Reigns. Terwijl er eigenlijk niet echt wat gebeurd was. Want Triple H was er niet. Dus ja. Nou ja, uiteindelijk komt dat allemaal wel weer goed. En ik vind een non-sanctioned match gewoon een beetje shoot-achtig. Kayfabe breaking, weet je wel, dat iedereen weet van oh, Rollins hier is nooit op tijd en dit dat ze zo. Nou, vind ik heel leuk gedaan, eerlijk gezegd. En kijk er wel naar uit. Maar om dan op de match even terug te komen, wat jij zei over het eigenlijk gewoon overboeken. Ik denk niet dat het. Ik hoop het ook niet. Ik denk op zijn hoogst wat ze doen is Joe en Beller. Ja, Beller. Dat zou wel een mooie plek zijn voor Beller eigenlijk. Ik denk dat dit de beste plek is wat je kan doen. Als je bekijkt dat Joe waarschijnlijk een stable gaat starten samen met Owens en Triple H na Mania. Ja. Tenminste, dat zijn de geruchten en dat zie je ook op house shows. Ja. Denk ik dat dit ook het beste is om Balor terug te laten keren. Het hoeft van mij niet hoor. Ik bedoel, je mag van mij ook gewoon wachten tot Mania. Het maakt niet zo heel veel uit. Oh nee, ik vind het echt. Maar Foley, dat denk ja, ik dat niet. Ik denk ook dat. Ik hoop ook gewoon dat Triple H, en die weet dat zelf ook wel, dat hij gewoon een beetje dat probeert tegen te houden van. Ja, overboeking kan heel schadelijk zijn. En Seth Rollins heeft hier die big win nodig om echt de conquering face te zijn, zeg maar. Om echt, zeg maar, dat te bevestigen. Vind ik. Ja. Als je bekijkt dat ze denken dat op het moment dat Roman Reigns de topface is, maar na Mania is hij niet meer de topface. Nee. Denk ik. Dat kunnen ze niet verkopen. Dus moet Rollins zeggen. Tim. Wat vind jij er dan? Ja, deze feud is de laatste. Laten we zeggen, sinds de Royal Rumble vind ik het een hele goede feud. Die injury, die heeft ze. Ik weet niet wat ze anders gedaan hadden, maar die heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat het gewoon leuk bleef. Zijn ze goed mee omgegaan, laat ik het zo zeggen. Wat ik op de lange termijn zo jammer vind. En ik heb dat toen de tijd al aangegeven, dus ik hoef er niet heel lang over door te gaan nu. Maar het is Triple H die kwam dan aan het einde van de zomer en die kostte Rollins de title en die turned on hem. En die blijft dan maandenlang, toevallig blijft hij weg tijdens voetbalseason als ze een record low ratings halen. Ik deed hanenoortjes trouwens daar, toevallig. Maar en die komt dan maanden later weer terug, terwijl Rollins eigenlijk maandenlang helemaal niks heeft kunnen doen. Dat is zo jammer aan deze feud en dat blijft nog een beetje een zure smaak achterhouden bij mij. Over het overboekte. Ik ben meer fan van wat Victor zei. En dat zijn we allemaal, denk ik. Ik denk wel dat ook Eiken lichtelijk gelijk kan hebben. Maar dat het dan overboekt wordt meer met hun. Dat ze zeg maar Rollins niet te veel willen laten doen. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Omdat hij natuurlijk zeg maar net weer terugkomt van een blessure. Dus wat dat betreft kan ik me dat voorstellen. Maar al met al heb ik hier best wel veel zin in. En Rollins moet winnen, wat mij betreft. Ik denk dat het ook wel eens de match of the night zou kunnen worden. Als we het goed aanpakken. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, zeker met die. Ja, zou kunnen. Ja, het doet me qua zeg maar story en hoe ze dit. Zeg maar, wat je weet qua dirt sheets en zo. Heel erg denken aan het hele Shawn Michaels return gedoe. Weet je wel, one more match en dan Triple H. Het doet mij heel erg aan Undertaker denken. Weapons based. Doet mij aan Edge tegen Jericho op WrestleMania denken. Toen kwam Edge ook terug van injury. Ik heb natuurlijk de feud niet van dichtbij gezien, maar gewoon de promo packages en wel eens een paar promos.
Maar dat was ook echt, dat draaide ook om het feit dat er dat Edge net terug was van een injury. Dat zou te veel kosten. En daar waren ze ook heel de tijd mee bezig. En ze, ik weet niet meer precies waar het toen om draaide, maar het feit dat het om de injury ook draait en dat Triple H zegt van je moet niet hier zijn, want het gaat het einde van je carrière zijn. Ja, doe mij niet per se aan Shawn Michaels aan denken. Nee, maar goed, dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar goed, we denken allemaal in ieder geval dat Rollins gaat winnen. Ja. Hebben we allemaal gezegd. Ja, goed, dan gaan we van... Hoe ver zijn we eigenlijk? Een non-sanctioned match naar... hoe ver hoeven we nog met 3 matches? Zeg je, we moeten nog 3 matches. We moeten nog 3 matches, de drie big ones. Toevallig Raw matches. Toevallig. Ja, goed. Roman Taker nu. Ja, van een non-sanctioned match naar een It's My Yard match. De original Big Dog versus the new Big Dog. Want ooit is The Undertaker dus de original Big Dog geweest. Oh. Geen idee waar ze dit vandaan hebben getrokken, hoor, jongens. Echt. Het is een meme, hè, dit. Van Roman, this is your yard now. Dat is een meme op het internet. En WWE heeft gewoon zoiets van, hey, fuck it, doe gewoon. Zo mooi. Meming our way to the top. Op de achtergrond op de achtergrond hoort hij trouwens een jongen uit Bergen op Zoom sterven. Er zal gerouwd kunnen worden. Nee. Naast het feit dat dit echt de domste tagline heeft van heel Mania, is het wel de Undertaker match. Ja. Met iedereen's favoriete superstar, Roman Reigns. Tim, wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar... Het schijnt dus dat Undertaker nogal pijn heeft. dus dit is ook weer... We horen het elk jaar, dus neem met een korreltje zout. Maar het zou zomaar eens de laatste match kunnen zijn. dat horen we elk jaar, dus dat zien we wel weer. Het is gewoon... als je dan Meltzer weer hoort praten over dat ze Roman volgend jaar weer de main event willen laten doen. En dan... Dan denk je toch ook van, hoe vaak moet het nou nog misgaan voordat jullie doorhebben dat het niet gaat werken zo? Ik heb hier gewoon totaal geen zin in. Want Undertaker, ik zal eerlijk zijn, weet je, fantastisch natuurlijk in principe. Maar ik vind hem niet iemand die nou echt fantastische matches gehad heeft de laatste paar jaren. De laatste keer was met Lesnar was leuk toen, op SummerSlam en Hell in a Cell en zo. Maar voor de rest, en Roman, en eigenlijk kom ik heel slecht uit mijn woorden, omdat ik er gewoon eigenlijk helemaal geen zin in heb. Punt. Ja. Dus, Eike, hak daar eens op in. Ik ben uitgelachen, dus het is tijd te worden. Ja, het is sowieso, snap ik al niet, dat ze na Fastlane al zijn begonnen. Ja, tuurlijk, Roman moest een feud met Strowman hebben, maar... Ja, daar ging vervolgens ook nog even een soort van tussendoor door. Ik heb het idee dat er echt bijna niks is gebeurd gewoon. Dat is het grootste probleem dat ik heb. Ja, ze hebben gezegd, dit is my yard. Nee, my yard. Leuk. Er is maar één scenario hier wat zou werken. En dat is dat Taker wint en Reigns naar de match heel kunt. En voor de rest, ja... Ik had nooit gedacht dit te zeggen, maar hij heeft ervoor gezorgd hoor. Ik heb geen zin in de tekenmatch. Geen zin in de tekenmatch, dat is het erge. Wat ik trouwens wel heel leuk vond, is dat Reigns echt gewoon afgelopen was. Echt gewoon de building uit werd geboet. Dat is geweldig. Ja, dan moet je kijken wat er op Mania gaat gebeuren. En Rodden waarschijnlijk. Dat zou oplossing zijn. Maar moet ik wel zeggen dat hij echt niet meer als een face gedraagd wordt. Niet per se als nieuw, maar gewoon wat hij zegt is geen van beide. Omdat hij toch wel gehaat wordt. Ja. Wat hij eigenlijk
begin vorig jaar. Ja, wel wat eerder. Na Mania dan, hè, begin zeg maar van wat WWE als hun begin ziet, weet je wel. Ja. Na Mania. Nou, in ieder geval, oké, ik ga hier even bitchy over doen. Over deze match. Ik heb hier absoluut geen zin in. En dat heeft niks te maken met dat het Roman Reigns is. Dat is wat iedereen altijd maar weer aanneemt. Dat je, oh, het is Roman Reigns, dus je hebt er geen zin in. Nee, ik heb gewoon geen zin, omdat er is geen intensiteit rond de tekenmatch. Er is geen reden voor deze match. Het eerlijk gezegd, het eerste wat bij mij in mijn hoofd schoot, en dat is geen grapje, toen zij allebei begonnen te roepen, oh, het is Maillard, het is Maillard, moest ik echt meteen denken aan de rijdende rechter. Weet je al, die eventjes gaat vertellen wiens yard van wie is. Die even met een waterpas aankomt zetten. Nou, deze helft van de ring is van jou. En die helft van de ring is van jou. Oh my god. Het is zo'n domme reden om te feuden, weet je wel. Als Taker nou gewoon had gezegd, oh Roman, ik vond het gewoon niet leuk dat jij mij uit de Royal Rumble hebt gegooid. Dan was het goed geweest. Nee hoor. Nee, want Reigns die moest achterdochtig doen en arrogant. En zeggen, oh, dit is my heart. Terwijl hij donders goed weet dat dat van Undertaker is. Maar vervolgens gewoon gaat zoiets gaan doen. Ja, dat weet ik niet hoor. Ik weet niet wie dat is. Jongen. Het is irritante boeking. Ook al vind ik dat Roman hierin wel echt neer is gezet als de heel. En dat hebben ze dan wel weer slim gedaan. Hij is niet de face. Dus in die zin vind ik dat wel weer goed. Want ze hebben gewoon door dat hij gewoon niet de face is in deze feud. Applaus. daarom zeg ik ook van... daarom zei ik ook bij de vorige match... van dat Rollins hier gewoon moet winnen... omdat in mijn perfecte wereld... en het is net als bij Eiken... turned Roman Reigns hier gewoon... of na de match, of mid-match. Eén van de twee. Want ik denk... en daar sta ik oprecht achter... dat Reigns een win nodig heeft over Taker. Ik denk niet dat Taker er iets aan heeft om te winnen nu nog. You did not. Ik denk dat je maar gewoon zijn legacy moet gaan gebruiken om... ja, om iets van te maken. En ik denk dat... ik vind niet dat Reigns clean moet winnen. Want dan ga je door met het gezeik van... oh, maar Roman Reigns is een nieuwe John Cena. En dat moet ook gewoon een keer afgelopen zijn. Eigenlijk... het wordt nou gewoon vervelend. You did not. Ook al blijft het gewoon leuk om te zeuren op Roman hoor. Maar. Ja. Weet je. Het is gewoon die heel turn die hij zo hard nodig heeft. Die moet hij gewoon hier gaan maken. Ze zouden er heel veel aan kunnen hebben aan deze match. Denk ik. Als ze het goed boeken. Volgens mij heeft Eike hier een uitgesproken mening over. Ik wil niet dat er iemand is die... teken voor de tweede, die ook teken gaat verslaan op WrestleMania. Dat is mijn hele probleem mee. Je hebt Lesnar al, laat het bij Lesnar houden. Gewoon daarbij blijven. Alleen Lesnar. Nou, maar Eike, gewoon even los daarvan. Wat vind je dan ervan als je bijvoorbeeld reports hoort, en dat zijn natuurlijk rumors, dat de kans er heel goed in zit dat het een squash match is? Reigns teken gaat squashen binnen 5 minuten. Sorry, maar willen ze serieus dat het stadion afgebroken wordt? Want als ik daar was dan, hè, dan zou dat gewoon... dan zou ik reageren zoals ik reageer als Feyenoord met 0-4 achter staat tegen Ajax. Gewoon bakstenen tegen het Maasgebouw aan. dat zou nergens op slaan. Waar heb je dit gelezen, Victor? Dat is van Meltzer. Nou. Nou, het schijnt zo te zijn dat de teken dus echt wel gewoon surgery nodig heeft. En dat hij dus gewoon waarschijnlijk niet heel lang doorgaat. Ja, oké. Maar weet je wat de oplossing daarvoor is? Misschien had je hem dan dit jaar niet in de match moeten doen. Nee. Misschien had je hem niet in de Royal Rumble moeten doen. Of misschien had je hem niet als drie spears moeten laten nemen. Als er iemand is die je niet moet laten squashen... is het teken. Kom op. Oh my god. Victor, ik daar wilde iets gaan zeggen. Maar... het zijn natuurlijk alleen maar geruchten. Austin of The Rock zouden haat voor gaan krijgen. Ja, nee, je mag het zeggen. Nee, ja, ik wilde... want wat Eike zei, dat alleen Lesnar van teken wint op Mania. Ik denk sowieso niet dat dat gaat gebeuren. Want ik denk dat teken is nogal een old school guy. En dan, die zijn nogal van... je laatste match kiezen. Dus ik denk dat sowieso teken zijn laatste match ooit wel gaat verliezen. Ja, dat wel, maar verloopt nog zo, ouwe.
Ik weet niet, zoals ik zei, ik weet niet wanneer dat is zijn laatste match. Want je hoort elk jaar de geruchten. Dus het komt als het komt. Maar het lijkt me wel duidelijk dat als Roman de laatste zou zijn die van Taken zou winnen. Sowieso. Als Roman van Taken wint, is het gewoon niet leuk. Dat willen we, dan is hij gewoon echt een heel, weet je wel. Dan kan ik ook nooit meer voor hem cheeren als hij dat doet. Ja. Dat hoeft ook niet, dat doen we nu ook al niet. Nee. Ja. Nou ja. Ik wel. Nee, maar goed, kijk, mijn hart voor wrestling fan, als een wrestling fan zegt gewoon Taken. Ik wil ook echt niet zien dat Taken verliest. Maar ik zie het gewoon gebeuren. Maar weet je, ja, het hele probleem is, deze match gaat echt niet aan het einde van de show zitten. En als je Reigns gaat laten winnen, dan zijn de laatste 2-3 uur die nog te gaan zijn op de show, zijn niet meer aan te zien. Die gaan geboycott worden. Dan gaat de hele show om zeep helpen als je dat doet. Ik denk echt dat je dan echt gewoon een Daniel Bryan Rumble acquisitie gaat krijgen, zeg maar. Of erger. Ja, nou, en ik hoop voor... Nou ja, de voorseizoenen zitten niet vast natuurlijk. Dus die zouden ook eventueel nog erin gegooid kunnen worden. Weet je, fans hebben al laten zien dat ze ook gewoon het Money in the Bank koffers gooien naar Roman. Dus, ja. Weet je, ik zie wel dingen gebeuren. Nee, ik... Maar laten we het niet meteen langer over hebben, want het wordt alleen maar gefrustreerd. Ja, maar als iedereen het ja, doet, nou ja, weet je, mankracht om iedereen eruit te gooien. Ja, laten we er maar gewoon van uitgaan dat dit een controversiële match is. Ik wil nog één ding zeggen, want ik denk toch... als je zoveel geld uitgeeft om daar te zijn, dat je toch niet om één match... Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat er een paar zijn die dat eventueel zouden doen. Er zijn een paar gek genoeg. Ik moet wel zeggen, je boeking maakt wel sens. Maar ik wil het gewoon echt niet zien. Ik ook niet. Maar als het dan één manier is waarop je het zou moeten doen, heb ik het liefst zo. Anders niet. Niet gewoon Reigns Taker laten, clean laten winnen, bla bla bla. Nee. Oké, toch goed. Maar we willen allemaal dat Undertaker wint. Goed. Ik bewaar even de match waar we waarschijnlijk nog meer over gaan zeggen. Positief eindigen. Nee? Oh, je wil positief eindigen. Nou, goed. Power of nou, is goed. Voor de Universal Title. Goldberg tegen Lesnar met Heyman. Als ik WrestleMania zou boeken, eerlijk gezegd, zou ik dit op precies dezelfde manier doen. Qua card. In de Deathspot. In de pre-main event. Niet als einde, alsjeblieft. Nee. Ik geef ervoor, maar... Nee. Ja. Ik ook. Zal ik maar beginnen? Nou ja, Tim is al een tijdje niet begonnen. Dus misschien wil Tim wel beginnen. Ja. Ik heb er niet zoveel over te zeggen. Boeit me niet. Ik kan er niet eens boos om worden. Het is gewoon, het is WWE en het boeit me niet. En ik negeer het maar en ik focus me maar op de leukere dingen. Ik vind het gewoon niet leuk. Oké, ga jij maar, want ik kan er ook niet meer aan. Oké. WrestleMania 32, Triple H, soort van part-time. 31, Lesnar, part-time. 30, Batista, soort van actief. Oké. 29 The Rock. 28 The Rock. 27. De laatste keer dat we een main event hadden. Met twee toen hadden we mist. Dus dat was ook niks. Uit je bek. Maar het was wel de laatste keer. En anders dan gaan we naar 26. Hè? Heel goed. Leuk voor jou. Maar hoe, zeker met alle talent dat er is, krijg je het in godsnaam voor elkaar om de twee part-timers die in het afgelopen half jaar nog geen 10 minuten in de ring hebben gestaan. Nog niet eens 5, volgens mij. Misschien net. In ieder geval. Omdat de... Nee. Ja, precies. Het is zomaar slim, toch? Of niet? Ja, ja maar dat is meer dan een half jaar geleden. Oh ja, sorry. Mijn fout. Maar hoe komt dit voor de grootste title van Raw? Waarom? Wie heeft dit besloten? Ik snap het niet. Nou, de fans nee, maar het is wel. Zelfs Goldberg, die toch wel best wel enorm het onthaalt, naar mijn idee, in het begin, kreeg boost omdat hij de title had gewonnen, de Raw na Fastlane. Ja, het is gewoon, niemand wil dit. Ja, wat denk niemand je? Wil dit.
Waarom voor de title? Kijk, ik geloof best dat Lesnar er meer gaat zijn. Dat hij meer dates heeft. Maar na zijn laatste run. Ojojoj. Ik wil het niet. Ook al is het maar boy. En ik zal voor hem cheeren. Maar. Dit is echt. Ik kan over geen match. Geen enkel andere match. Meer teleurgesteld zijn. Niet boos, teleurgesteld. Dat is erger. Dus het is aan jou, Vic. Oké, eerst even een vraag. Hebben jullie toevallig Bring It To The Table Nee, ik heb er genoeg geen één gezien. Oké, nou, naast het feit dat het heel leuk is om te kijken, want het is eigenlijk gewoon shooten met de WWE gasten. Oh. Dus dat vind ik het leuke eraan. Was er bij episode 2, hadden ze een vraag over Goldberg. En heb je JBL gehoord op Graves in plaats van JBL. Nou, Graves heeft dingen gezegd over dat hij het niet leuk vindt dat Styles met Shane bijvoorbeeld een match heeft. Dat hij dat belachelijk vindt, Styles verdient meer, bla bla bla. Nou, dat Corey Graves nog een baan heeft. Maar goed, het was op company time en ze hebben het er expres ingeladen, dus ja. Weet je, in die zin vind ik het dan ook wel weer zoiets. Maar goed, er was een vraag over Goldberg. Het zijn dus allemaal dingen, voor Ike heeft het natuurlijk nooit gezien, maar het zijn allemaal vragen die de universe bezighouden, weet je wel. Die je heel veel op internet ziet, dat soort dingen. Allemaal internet smarky. Waar wij het afgelopen uur over hebben zitten lullen dus. Ja. Eigenlijk wel, ja. En dan heel snel gaan ze er doorheen, echt 30 seconden per ding of zo. Nee, er was een vraag over Goldberg en dat mensen klaagden over het feit dat Goldberg, zeg maar, de kansen afpakte van het jonge talent. En het antwoord van JBL. En JBL is heel relaxed in die series, maar ik vond dit antwoord zo ongelooflijk stom. Hij zei, ja, zolang Goldberg draait en hij meer draait dan de rest, zullen WWE hem blijven gebruiken om uit te melken tot alles wat hij waard is. Ik denk, dat is zo'n corporate antwoord. Jesus Christ. Ga mij niet, neem maar kijk wat het is. Hij zegt, essentieel, is dat hij zegt dat Goldberg meer draait dan de rest. Nou, ik kan niet geloven dat dat waar is. Eerlijk gezegd. Al helemaal niet op het punt van Fastlane. Weet je, misschien, zeg maar, met die rematch met Goldberg. Met Lesnar, sorry. Maar daarna denk ik van, nee, dat is gewoon onzin. Weet je wel, het had toen net de Universal Title. Daarna is die episode geplaatst. Mm-hmm. Weet je wel? Nou ja, in ieder geval, daar was ik niet zo heel blij mee. De feud is slecht. De opbouw is onlogisch. Maar daar heb ik al vaker over gerant en gesproken en weet ik wat allemaal. Ja. Het feit dat de potentiële main event van WrestleMania eigenlijk gewoon een squash match is tussen twee main eventers, is om het bloed onder je nagels vandaan te halen en een klap in het gezicht van elke wrestling fan. Die meer dan 4 pay-per-views in de maand. Niet alleen een wrestling fan, ook de wrestler zelf. Ook de wrestler zelf. Maar ik pak het nu gewoon even uit het perspectief. Als fan is dit gewoon ook gewoon voor de mensen die gewoon standaard van WrestleMania tot WrestleMania kijken elk jaar. Is dit een klap in het gezicht. Vind ik. Coaches, fuck you. Op de tijd dat we meer geld kunnen binnenhalen, dan zullen we iets doen wat we het hele jaar niet gedaan hebben. En zullen we alles ervoor omgaan. Ja. Want dat is essentieel wat we gedaan hebben. En het feit dat Goldberg dan ook nog zegt dat hij het er zelf eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Hier wordt het geldje. Dat is toch. Ik krijg echt weer zo. Hij zegt, hij heeft letterlijk gezegd, ik heb 24 uur per dag stress. Waarvan? Je hebt letterlijk in totaal 3 minuten in die ring gestaan. Waar heb jij stress van? Ongelooflijk. Sorry hoor. Als ik nu bij WrestleMania zou zijn en dit zou mijn main event zijn, nou dan had ik ook gerant. Ja. Als dit de main event was en ik had daarna mijn stoel kunnen gooien, dan had ik dat gedaan. Zeg ik nu heel stoer, maar dat had ik waarschijnlijk nooit gedaan. Maar ik kan het wel heel stoer roepen. Nu.
Maar ik ben het hier gewoon, ik ben het hier niet mee eens. Ik heb hier geen zin in. Dit is mijn piss break. Ja. Eigenlijk. Ik kijk nog liever die women's matches. Ja, maar je weet ook wat er gaat gebeuren. Het gaat max 2 minuten duren. En dan komt er naar 5 en het is over en uit. Ze gaan precies hetzelfde doen volgens mij en dan andersom. Ze gaan echt niet opeens een kwartier in de ring staan en gebeurt dat wel, dan krijg je WrestleMania 20 all over again. En oh ja, dat was ook niet leuk. Dus... Nee, en plus, de uitkomst van deze match, welke kant het ook op gaat, is niet goed. Voor future booking. Want, nou ja. Ja, Lesnar kan heel leuk meerdere datas gaan werken. Maar alsnog, ik denk niet dat hij elke week, elke pay-per-view er gaat zijn. Dus alsnog gaan de pay-per-views zijn van Raw zonder Universal Title. Moet je wel aan toevoegen, in principe heeft Raw nu wel minder pay-per-views dan in de eerste run waren. Dus als hij er meer pay-per-views is, misschien dat hij er wel bijvoorbeeld tot SummerSlam elke pay-per-view zou kunnen zijn. Er zit volgens mij... Nou, Raw krijgt er gewoon 3, net zoals SmackDown. Het zijn niet 4 zoals ze normaal tussen zaten, of 5. Toen er geen Brad Spread was, dat bedoel ik. Ja, op die manier. Maar, ja. Sure. Maar in ieder geval, kijk, het werkt gewoon niet mee. Als Lesnar de champion is, werkt dat niet. En als Goldberg de champion is, ook niet. Ja. En zelfs al laat... Ze gaan niet als Goldberg een wonder boven wonder houdt. Goldberg gaat er niet de dag daarna vacaten of zo. Dat zou best oplossing zijn. Dat zou ook schande zijn. Ja, maar eigenlijk ook wel heel schande. Ja, tuurlijk, maar... Dat kan tenminste iemand champion worden die hem gaat verdedigen. Ja, dat klopt. Maar goed. Ik heb er gewoon geen zin meer over te praten. Lesnar wint hier. En het liefst onder 30 seconden. Kan mij het schelen. Weet je, van mijn part komt de Anonymous World General Manager terug. En zegt hij dat Goldberg de wellness policy heeft overtreden of zo. En title aan Lesnar moet worden gegeven. Hebben we niet eens een match. Fuck it. Kan mij het schelen. Godverdomme, Ray. Ja. Tim, wil jij nog even fantasy boeken? Het volgende wil ik wel zeggen. Zeg maar, waar Goldberg dus... Goldberg is net uit zijn verband getrokken. Wel heel erg leeg. Je valt heel erg weg. Langer dan 30 seconden duren zijn matches niet. Hij is dus heel veel in de gym bezig. En daar heeft hij dus blijkbaar stress van, zegt hij dan. Want dat kan stressvol zijn. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga nooit naar de sportschool. Dus vandaar. Als je kijkt... Over wat JBL zei met die draw. Het is wel zo dat de raw ratings als Goldberg er is omhoog gaan. Het is ook zo... Meltzer wel dat verhaal ook een beetje bevestigd van ja, Goldberg draw, dat is zo. Maar ja, je hebt hem volgens mij niet nodig als champion. Volgens mij ook als hij er zonder de title is, draw hij. Dus dat is wat ik niet helemaal aan. Ja, maar waar ik denk dat het door komt ook wel, is dat op het moment dat mensen zien dat Goldberg komt, dan denken ze, oh, er gaat iets gebeuren. Gaat iets groots gebeuren, want Goldberg is en hij is niet vaak. Weet je, dat is altijd met Lesnar. Als Lesnar komt, is het altijd een boost in de ratings, omdat ze weten dat er iets gaat gebeuren. Ja. Weet je wel? Omdat hij er toch niet vaak is. Dus als hij er is, dan zal hij met Taker. Als Taker wordt geadvertised, dan weten ze dat er iets gaat gebeuren. Ja, behalve op die laatste SmackDown voor Survivor Series, waar eigenlijk gewoon niks gebeurt. Maar het punt waar ik dan gewoon niet tegen kan, is dat JBL zoiets zegt, en het komt over als... De stars die we hebben drawen niet, weet je wel. Owens draait niet. Jericho draait niet, noem het maar op. Charles Rollins draait niet. Ik denk van, het is helemaal niet zo erg dat je Goldberg per se nodig hebt. Mm-hmm. En je hebt eigenlijk Goldberg en Lesnar ook niet nodig om de Universal Title te establishen. Dat de enige reden dat dat nodig is, omdat je dit zelf zo dom geboekt hebt. Dat is waarom die title geen credibility heeft en geen prestige. Ja, dan moet je hem maar aan een Goldberg geven. Met de aura van een unstoppable beast. Die zo meteen weg is. En weer beschadigd teruggegeven wordt aan Lesnar. Maar Lesnar gaat nooit dezelfde aura krijgen die hij eerst had. Ja. Weet je wel?
Dus de rub die je straks gaat, die een Joe of een Reigns of een Owens bij wijze van spreken gaat krijgen als hij straks Lesnar verslaat, Reigns. Die het ook mogen zijn, gaat nooit zo groot zijn. Ja, ik zei Reigns, Owens, ja, Joe, noem het maar op. Reigns. Wie hem ook gaat verslaan, die rub gaat niet zo groot zijn als dat hij had moeten zijn. Rub. Nee, maar ja. Kun je hoog en laag overspringen? Ja, nou, ik vind wel dat je mooie gezegdes hebt de hele tijd, Victor. Moet je ermee complimenteren. Maar ja. Het is ook het vooruitzicht dat we gewoon maandenlang die title weer niet gaan zien. Want dat is wel waar we naar lijken te gaan weer. Het lijkt erop dat SummerSlam gewoon de volgende keer is. En dan ook elke maand een Raw pay-per-view. Dus ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Daar heb ik gewoon ook totaal geen zin in, eerlijk gezegd. Nou ja, Payback is alweer lekker aan het eind van april. Ja, dus, ja, 4 weken volgens mij. Ja. 4. Drie weken na Mania. 30 april, dus dat is 28 dagen. Nou, dat wordt een tournament, hè? Ja. Nee. Sorry. Nee, want de title wordt niet gevacated, maar Lesnar gaan hem gewoon houden maandenlang. Ja, nee. Ik bedoel een tournament. Wie wordt de number one contender? Ja, maar de title matches volgens mij pas op SummerSlam. Dus volgens mij hoef je pas in juli, denken ze dan bovenna, wie zullen we tegen Lesnar doen? Nee, dan hebben ze een number one contender match. Dan gaat hij het moeten verdedigen. Dan gaat hij het nog een keer moeten verdedigen. Oh, je maakt van de number one contendership een title. Jesus Christ. Vind ik eigenlijk wel een idee. Ja, het is gewoon de money, in de bank van de Rock. Ja, ze hebben geen money in de bank, dus. Nou ja. Het schijnt dus wel dat de reden dat ze geen money in de bank hebben, is, en dit is serieus, een van de geruchten, is dat Lesnar de title een jaar lang gaat houden. En dat Reigns hem dan wint. Ja, ik verzin het niet. Oh, als ze dat doen. Oh, jee. No. Maar goed. Ik heb er wel genoeg over gezegd. Eigenlijk hebben we er veel te veel tijd aan besteed. Ik ook. Ja, zoals altijd. Dan gaan we naar de main event. Voor de WWE title. Yay, een title die er gewoon het hele jaar is straks. En tussen. Bray Wyatt versus Randy Orton. Jij mag beginnen. Nou, wie wil het positief eindigen? Ik. Oké, ik vind dit awesome. Nee, echt waar? Ja, nee. Ja, je had natuurlijk verwacht dat ik zou zeggen, dit is een good feud. Maar Swerve, doe ik gewoon even niet. Nee, maar zonder dolle. Zoals vaker gezegd, vind ik deze long-term booking echt heerlijk. Laten we even gewoon pakken vanaf Elimination Chamber tot Mania. Vind ik het allemaal heel goed wat ze gedaan hebben. Het enige wat me verbaast nogal is dat ze niet voor een soort van achtige double turn zijn gegaan. Met Wyatt als face en Orton als heel. Had in principe gekund. Nou ja, maakt in principe niet zo heel veel uit. Het andere, wat ik wel echt een dik pluspunt vind, is dat ze niet fysiek gebrawled hebben of iets dergelijks. Eigenlijk. Daar ben ik erg fan van. Gewoon die anticipation tot ze elkaar weer... face-to-face zijn en zonder heel veel security guards in sheep masks backstage erbij, weet je wel. Gewoon one-on-one. Zonder gedoe. Na maandenlang opbouw. Vind ik alleen maar een pluspunt, eerlijk gezegd. Ik ben eigenlijk heel erg te spreken. En ik hoop zo erg dat dit een main event is. Ja, ik denk het niet. Ik vrees het ook niet. Ik denk het ook niet. Maar ik kan altijd hopen. Hallo. Ik heb al vaker gezegd. Al in de afgelopen weken, dat dit eigenlijk deze feud, of het nou expres was of per ongeluk, heel goed al maandenlang opgebouwd is. Zeg maar, terug naar september ga je dan zelfs. Ja. Het is die turn met Orton, die opeens dat huis verbrandt, vond ik ook best wel cool gedaan. Daarna had je het idee van dat Wyatt broken down zou zijn, maar ik vond het wel mooi dat Wyatt zoiets had van, je denkt dat je me nu hebt beëindigd, maar Sister Abigail lives on. En ik weet niet wat het was, maar volgens mij kotste Wyatt Abigail's as of zo op.
afgelopen SmackDown. Het zag er heel vet raar uit, maar ja. Ja. Interessant. Mm, ja, zoiets. Dus het is een soort van... je hebt het gevoel dat Wyatt Orton eigenlijk 3 keer zo hard terug gaat slaan nu. Zeg maar, terug gaat pakken. Dus dat is wel cool. Ja, dit is gewoon... Eigenlijk, als je naar de build-up kijkt, wordt dit de main event wel te zijn. Maar dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Zou toch een droom zijn? 2 fulltimers in de main event. Ja. Ja, nee. Ja. Ik zal ook maar even mijn zegje doen. Ik sluit me eigenlijk grotendeels bij jullie altijd aan. Want het is gewoon geweldig. En eigenlijk zou je nog zelfs kunnen suggereren dat het niet tot september, maar het jaar daarvoor de feud bezig was. Volgens mij is Orton toen door de Wyatts is dit toen de tijd niet geweest. Daar hebben ze niet bij betrokken, maar zelfs toen had hij nog met ze te maken. Voor zijn injury, zeg maar. Dus eigenlijk, ja. Zelfs toen dacht ze al na over deze main event, zou je kunnen zeggen. Maar, ja. Het is gewoon perfect gedaan. Wyatt die eigenlijk, dat zei Brian volgens mij al een keertje, op een perfecte pay-per-view de title opeens vindt. Al zagen we het nu wel heel opjes aankomen. De Rumble win van Orton was ook heel nice gedaan. Lekker Reigns elimineren. Zorgt alleen maar voor meer reactie. En de feud, ja. Daar droom je van, hè, zo'n feud. Dat het eindelijk eens een keertje goed in elkaar zit. Klopt. Logisch is. Leuk is. Het draait op iets wat eigenlijk best abnormaal is. Maar toch heel interessant is. Want ja, what the fuck. Sister Abigail. Dat is nou niet echt het meest menselijke onderwerp waar je allemaal... ruzie over maakt. Een graf of wat dan ook allemaal is. Iemand ziel. Ja, leuk. Geweldig. En ik hoop... Ik weet niet wie ik hoop dat wint. Ik ben best wel een Orton fan, maar ik gun Wyatt wel echt iedereen eigenlijk. Het is wat jij zegt, maar... Hoewel het voorspelbaar was dat Wyatt zeg maar, de title ging winnen op Elimination Chamber, hoeft niet alles natuurlijk wat voorspelbaar is slecht te zijn. Ik vind ook echt wel dat hij meteen is neergezet als een hele sterke champion met die pinfalls over Cena. Want dat doet gewoon veel voor je, weet je wel. En daarom was de champ. Die gast is zo daarom goed beschermd, champ, weet je wel. Goed uit voor de winnaar. Ja, maar ook gewoon de SmackDown daarna, weet je wel. Had je die triple threat, die ook fantastisch was trouwens. Tussen hem, Styles en Cena. Die ook gewoon all-out gingen. En daar nog een keer Cena pinnen. Dus hij is in principe als een best sterke champ geboekt. Nou, dat is alleen maar prima als je bekijkt hoe zeg maar, de WWE title geboekt is sinds de brand split. Kijk, in de perfecte wereld wint Bray Wyatt dit gewoon. Ik ga daar gewoon ook niet van uit. Dus ik ga ook niet kapot zijn als het niet zo is. Uiteindelijk zie ik... Ik denk dat de kans groot genoeg is dat Orton hem wint. Maar ik hoop van niet. En dan maakt het ook niet uit. Hè? Stel Orton wint, dat betekent niet dat ze na 1 pay-per-view al klaar zijn met vuur. Want ik zie echt deze. Ik zie dit echt voor de slimme doorgaan eigenlijk. Nee. Stel Orton wint, dan heeft hij een reign tot de tweede of derde SmackDown pay-per-view. En wint daar bijvoorbeeld Brain weer terug of zo. En dan zou ik bij wijze van in de perfecte wereld. Maar volgens mij is Hell in a Cell. Weer een Raw pay-per-view, zou je gewoon helder zelf dus die 2 SummerSlam kunnen doen. Ja, de perfecte wereld. Is nog niet eens, is nog niet eens bepaald. Maar dat zou wel zijn. Dat gebeurt niet. Tim. Hoe denk jij hierover? Wie wil je zien dat er wint? Ik heb geen idee, man. Eerlijk, het is... geen idee. Het kan allebei. Ik vind het allebei best. Ik hoop gewoon een leuke match. En ik hoop de main event. Ja, ik ook. Ik denk dat het vervelend is dat ik denk dat het 3 matches kunnen main event. Reigns tegen Taker? Welke denk je? Als je voor de win gaat van Reigns zou het wel leuk zijn. Ja. Nou, als ze zo een Mania willen afsluiten. Je kan er beter mee afsluiten dan het middenin. Ik bedoel, vorig jaar hebben wij als crowd gewoon het kind van Reigns ook gewoon de tering ingeboekt.
Dus we zijn tot alles in staat. Als het met Reigns gaat. Gaat Reigns wel echt Mr. Main Event worden? Right. Nou ja, daar ziet het wel een beetje naar uit, hè. Maar goed, die match kan Main Event. Ik heb het idee dat WWE zoiets heeft van dat ze niet op zo'n grote show, dat zag je ook bij Survivor Series en bij SummerSlam, dat ze eigenlijk niet een van de world titles boven de andere willen zetten. Ja, dat hebben ze de afgelopen tijden nog niet gedaan. Dus het zou kunnen zijn dat ze dat nu weer niet gaan doen. Het was bij SummerSlam toch wel duidelijk welke title wat... Ja, dat is waar. Maar gewoon in de main event, zeg maar. Nou, bij Survivor Series ging het vrij lastig. Maar bij de Rumble kon dat natuurlijk ook niet. Ja, nu ben je bij WrestleMania. Nu moet jij ook wel. Ja, kijk, want de main event is, zul je perfect zien hoe WWE WrestleMania aanpakt. Gewoon aan de main event. Als het Goldberg versus Lesnar is, dan weet je naar wie ze kijken. En als het... als het Wyatt versus Orton is, dan weet je waar ze misschien wat meer... Enig probleem is, degene die uiteindelijk die shots bepaalt, is Vince. En Vince staat nog steeds veel meer achter Wall dan achter SmackDown. Wij kennen alles. Absoluut. Dus. Maar goed, jongens. 13 matches gehad. Lange preview. Maar ja, dan krijg je met zoveel bullshit. We gaan natuurlijk ook een review opnemen nadat we WrestleMania Live hebben gekeken. Aankomende zondag, dus maandag voor ons. En die zullen we snel online plaatsen. Hebben we door de preview meer zin gekregen in Mania? Ik heb minder zin voor gekregen. Echt, hè? Long ass preview was dit, zeg. Jezus. Tim, ik bedank je voor je aanwezigheid. Bedankt dat je weer je women's experience hebt. Expertise. Gaat nog langer maken. Dit. Hey, dan maar wel. Jij weer. En Aiko ook weer bedankt dat je er was. En dan zeg ik tot de volgende keer. Toedeloe.